De goede doelenactie van het Bouwens voor Stichting Kika heeft ruim 6200 euro opgebracht. Een mooie actie voor Kika. Dank jullie wel, dames. Dit geld gaat een heel mooi. Een cheque van het bedrag werd donderdag door initiatiefnemers Jasmijn Nauws en Sam van der Loo overhandigd aan Chantal Versleijen van Stichting Kika. Ja, wij moesten dan een onderwerp kiezen voor ons profielwerkstuk. En er waren een aantal zieke leerlingen hier op school die kinderkanker hadden. Dus wij dachten, waarom zouden we niet iets goed gaan doen voor Kika in plaats van informatie op te zoeken op het internet. In december organiseerde het Bouwens een actieweek waarbij er naast Kika ook geld werd opgehaald voor het PNM-hoes en 3FM Serious Request. Elke mentorklas organiseerde een actie. Zo werden er auto's gewassen, werd er film gekeken en gesport. We hebben alle mentorklassen hier op school hebben we geld op laten halen. En wij hebben zelf een wafelactie gedaan. Dus we hebben een hele week lang in de pauze hier allemaal wafels en kikjes verkocht. En daar hebben we heel veel geld mee opgehaald. En daar is dit mooie bedrag uitgekomen. Het geld dat wordt besteed aan onderzoek naar de mogelijkheden op genezing van kinderkanker. Kinderkanker is toch wel een heel ernstige ziekte waaraan nog steeds veel kinderen, te veel kinderen overlijden. 1 op de 4 kinderen redt het op dit moment nog niet. Daarom wil Kika nog heel veel onderzoek doen om uiteindelijk in 2025 ervoor te zorgen dat 90% van de kinderen het wel redt. En daar gaat dit geld zijn steentje aan bijdragen. Kika als goede doel was dit jaar extra bijzonder omdat enkele leerlingen van de school lijden aan kinderkanker. Ja, het is natuurlijk echt heel heftig om zoiets mee te maken als er zieke leerlingen op je school zitten die ook lijden aan kinderkanker. En ja, daar houd je ook wel echt bezig en dan merk je ook wel aan de sfeer in school. Als deze actie begint, dan wil iedereen er ook enthousiast aan meewerken, omdat het al zo erg speelt, zeg maar. Het heeft altijd een hele grote invloed op de omgeving van het zieke kindje. Ja, sowieso al het bericht dat je kind ernstig ziek is, dat heeft heel veel impact op het gezin en de directe omgeving. Maar ook op school, de klasgenoten, ja, je moet er toch een bepaalde draai in vinden. Nu is mijn ervaring wel dat bijvoorbeeld ook op basisscholen de kinderen er makkelijker mee omgaan dan volwassenen. Ze accepteren het heel snel en passen hun gedrag daaraan aan. Maar het verdriet en de moeilijkheden rondom de behandeling maakt het natuurlijk niet minder erom. Dus het is wel heel heftig. De actie van Sam en Jasmijn eindigt. Zij gaan zich richten op hun profielwerkstuk als onderdeel van een afstudeerjaar. Aan de slag met ons profielwerkstuk om er zo mooi mogelijk profielwerkstuk van te maken. En dat andere mensen het ook kunnen zien.